welke ervaring wil je de gasten meegeven? Mensen zijn hier toch een enkele dag op vakantie en dat moet toch eigenlijk gewoon iets unieks zijn. En eigenlijk wil ik weer die behoefte hebben om terug te komen de volgende dag, om het weer te kunnen herhalen eigenlijk. Ik vind de gehele entourage, als je dus om je heen kijkt, hoe het terras eruit ziet, hoe het er binnen uitziet, die open keuken, ik vind dat grandioos. Wat maakt een etentje zo speciaal? Wat wij eigenlijk proberen te versterken is dat stukje extra service aan tafel en ook die beleving terugbrengen. Dat doen wij door een Chateaubriand aan tafel klaar te maken, een crêpe Suzette te flamberen aan tafel. Gewoon gedurende de hele avond zie je die beleving terugkomen. Maar het is ook het presenteren van een flesje wijn. Het is ook die glimlach bij de deur. Hoe kelners op elkaar inspreken, hoe er gecommuniceerd wordt met de keuken. Gewoon het stukje rust in het restaurant. En dat maakt alles eigenlijk iets wat denk van, nou, hier klopt het allemaal, maar het is niet te vangen. Nou, ja, dat is, En dat maakt jou trots? Ja, dat maakt mij trots. Ja. Wie findet ihr die Atmosphäre? Also wenn man sich hier einfach umschaut, 360 Grad, es ist wunderschön. Man fühlt sich hier total wohl. In Moreira zijn we gelegen aan het strand en spelen we daarop in. In Denia zijn we gelegen in de jachthaven waar je uitkijkt op de haven zelf en waar je kunt genieten van de heerlijke zonsondergang. Republic staat voor beleving. Het eten, het personeel, de muziek, de aankleding en deze prachtige omgeving. Alles komt hier samen. Voor elk moment van de dag en voor iedere gelegenheid.